Welkom bij deze podcast. Verbinding maken met je hart en het volgen van het goddelijk plan. Mijn naam is Manisha. Ik ben een medium en therapeut. Terwijl ik dit inspreek, zit mijn kat mijn microfoon te knuffelen. Ik begeleid je in de moeilijke vraagstukken van het leven om je te verbinden met je hogere zelf, zodat je hogere zelf jou kan begeleiden bij die moeilijke vraagstukken van het leven. En ik krijg de afgelopen weken veel vragen rondom het alleen zijn. Mensen die op zoek zijn naar verbinding. Die graag verbinding willen maken met hun hogere zelf, maar ook met anderen van hart tot hart. En momenteel ga ik zelf ook door een pittig proces. En dat wil ik even met je delen. Ik ga zo meteen een mooie meditatie met je in. Maar de verbinding met je hart en het volgen van het goddelijk plan. Het proces waar ik zelf in zit gaat over volledig vertrouwen en overgave. En we zijn een ziel in menselijke vorm. Dus de opdracht die wij krijgen van onze ziel is om meesterschap te krijgen over ons mens zijn. En één, de vraag is, nou, wat houdt het in om mens te zijn? En twee, wat houdt het in om ziel te zijn? Ik neem je even een klein stukje mee in mijn ervaring. Ziel zijn is een gevoel, een frequentie, een vibratie. Je ziel is een bewustzijn, een intelligentie. En als je daarmee verbinding maakt, dan kom je in positieve emoties als vreugde, blijdschap, vertrouwen, enthousiasme, inspiratie, creativiteit. Je gaven zoals helder voelen, helder weten en helder zien komen erbij. Dus dingen aanvoelen, dingen weten. En je ziel leeft zonder angst. Dus het element liefde hoort bij het zielenbewustzijn. Liefde, vertrouwen, verbinding, tevredenheid, rust, sereniteit. Veel elementen waar veel mensen naar zoeken. En zeker die verbondenheid. Je verbonden willen voelen. En als we kijken naar de wereld, is er veel eenzaamheid, is er veel angst. En veel mensen zitten in hun hoofd. Ik krijg regelmatig de vraag van hele gevoelige mensen die zeggen, Manisha, ik voel zoveel van anderen, er komen zoveel prikkels bij me binnen. Wat moet ik doen om mezelf te gronden? Wortels schieten? En als ik het woord embodiment zeg, gaat het over het belichamen van je ziel in je lichaam. Dus er is een aanwezigheid binnen in jou die groot, sterk, warm, krachtig is. En dat gevoel is een gevoel van vertrouwen en liefde en sereniteit en enthousiasme en inspiratie. Die zit in dat gevoel. Dus als jij je verbindt met je ziel binnenin jou, dan ga je die divine power voelen, die goddelijke kracht binnenin jou. En die goddelijke kracht kunnen we omschrijven als emoties of gevoelens van vertrouwen, verbondenheid, liefde, aanwezigheid, presentie. Waardoor je creatief, enthousiast, geïnspireerd bent. Zin hebt om dingen te doen, om dingen aan te pakken. Maar dat zit allemaal in een gevoel. En de meeste mensen zitten in een high arousal, dus het stresssysteem is aan. Waardoor je veel angst ervaart, spanning in je bekkenbodem, in je buik. En dan schiet je in je hoofd en ga je nadenken, ga je piekeren, ga je twijfelen, word je onzeker. Het zit allemaal in je hoofd. Ga je nadenken over van alles en dan ga je ook nadenken over anderen. Dus ik wil je uitnodigen nu om even met je rechterhand de topjes van je vinger je borstbeen aan te raken. Je gaat je borstbeen aanraken en wanneer je je lichaam aanraakt en zeker eventjes bij je hart en op je borstbeen, dan gaat je aandacht naar dat gebied. En als je met je vingertoppen over je borstbeen strijkt, dan geef je jezelf het gevoel van, hey, ik mag in mijn heartspace zijn en daar ben ik veilig. Ik ben veilig bij mezelf, ik ben veilig in mijn hart.
En je raakt jezelf aan. En aanraken geeft een gevoel van veiligheid en thuiskomen in je lichaam, goed aangeraakt worden. Dus als je jezelf aanraakt, kan je weer gronden, kan je weer landen, kom je weer thuis bij jezelf. Ik merk het proces waar ik zelf door ga, dan schiet ik van mijn hoofd naar mijn hart, naar mijn buik. En dan verlies ik de verbinding eigenlijk die ik heb met mijn ziel. Dus dan ga ik in mijn hoofd zitten en nadenken. En er is een bepaalde controle die ik wil, een bepaalde uitkomst die ik zou willen. Maar er is een goddelijk plan, dus het enige wat ik kan doen is voelen. In het hier en nu zijn en voelen. Leven, vandaag. Wat de uitkomst gaat zijn, weet ik niet. Hoe het proces gaat zijn, weet ik ook niet. Ik weet alleen maar vandaag. En ik weet dat er magie op mijn pad is. Dat ik denk, oh, als ik de signalen zie. Ik zie de signalen die mijn ziel mij op mijn pad brengt. Maar wat het betekent, is aan mij om te ontcijferen. Dus ik ga door een diep proces waarin ik dat denken weer los mag laten. Bepaalde stukjes dat ik mezelf verlaat. Bepaalde stukjes die te maken hebben met verlatingsangst. Stukjes die te maken hebben met, oh ja, ik wil graag dat als uitkomst. Maar vertrouw maar dat mijn ziel een plan heeft op aarde. En mijn ziel heeft een bepaalde tijd uitgestippeld voor mij op aarde. En hoe meer ik in die alignment zit, hoe meer ik de signalen zie, hoe meer ik in die alignment ben, hoe meer ik weet, oh, ja, dit is de enige plek waar ik hoef te zijn. En dat is binnenin mezelf, bij mezelf. Dus je vingertop op je borstbeen. Geef je weer het gevoel van, ik ben veilig bij mezelf. En daar gaan we het even over hebben. Het volgen van een goddelijk plan op aarde is niet iets makkelijks. Omdat je in het onbekende mag gaan staan. Het is onbekend, maar je hebt verlangens, je hebt behoeftes. En je menselijk denken, je menselijk brein, je menselijk ego, die heeft bepaalde gedachten, een bepaalde manier zoals jij het zou willen. Jij wil dingen op een bepaalde manier. En jij denkt dat het goed voor je is. Maar jouw ziel heeft dingen besloten voor jou. Dus jij kan wel denken dat je iets wil, maar jouw ziel weet de weg. Die heeft iets besloten. En zo ontstaan er soms mensen op je pad dat je denkt, hè, waarom? Maar dat heeft jouw ziel, die heeft contracten met anderen, om jou op dit pad van jouw goddelijke bestemming te houden, te blijven, zodat je dichter bij jezelf komt. Jouw ziel heeft namelijk een opdracht met jou als mens. Jij mag samenwerken met je ziel, daarvoor ben je een ziel in menselijke vorm. Jij als mens mag dienstbaar zijn aan jouw ziel. En hoe ga jij dienstbaar zijn aan je ziel? Want je bent mens, dus je hebt menselijke behoeftes, maar jouw ziel heeft een pad. Die zegt, ja, dit is goed voor jou, dit is wat je nodig hebt. En zo komen we ook terug bij eenzaamheid en alleen zijn. In de eenzaamheid en alleen zijn ga je nare of dingen voelen die vaak naar zijn. Je komt weerstand tegen, je komt dingen tegen, je komt behoeftes tegen, je komt verlangens tegen. Maar de menselijk denken gaat daar op een bepaalde manier mee om. Die gaat dat als negatief interpreteren. Terwijl de ziel zegt, nee, maar dit is juist goed. Dit is de weerstand. Voel het. Voel het alleen zijn. Want als je het alleen zijn kan voelen, dan kan je ook de verbondenheid voelen. Je kan de verbondenheid niet voelen als je niet weet hoe het is om die eenzaamheid te voelen. Maar als je die eenzaamheid kent, dan weet je ook, wauw, dit is verbondenheid. Oh ja, dit voelt heel anders. En voor dat proces mag jij jezelf leren kennen en zien van oké, waar stap ik in de weerstand? Waar hou ik mezelf tegen? Waar zit angst? Waar vlucht ik? Waar vecht ik? Waar bevries ik? Want ik wil eigenlijk het pad van mijn ziel volgen. Maar wat is het pad van mijn ziel? Dat heb ik al een beetje gezegd. Dat is het pad van liefde en verbinding. Hè, sereniteit, tevredenheid, rust. Enthousiasme, inspiratie, creativiteit. Vreugde, plezier, genieten, lachen. Maar je komt daar door die menselijke stukken te gaan van pijn en afzien en schaduwlessen en eenzaamheid. En jezelf verliezen en jezelf weer vinden. En iets aan te gaan en weer uit te stappen. Risico's te nemen.
Dus kom weer met je vingers bij je hart. Tap weer aan je hart. En als je het moeilijk hebt, dat je weer zegt, oh ja, maar ik ben veilig bij mezelf. Want in jou zit een kracht zo groot. In jou zit een liefde zo groot. In jou zit een weten zo groot. Maar om dat te vertrouwen. Om dat te volgen. Dat vraagt iets van jouw mens zijn. Hoe volg ik het? En geef de signalen zodat ik weet dat ik op het juiste pad zit. En dat doet je ziel. En breng nu even je beide vingertoppen op je voorhoofd. En ga even heel zachtjes tappen. Je gaat even heel zachtjes tappen op je voorhoofd. Op je slaap. Heel zachtjes tappen. En dan op je wangen. Heel zachtjes tap je. Dit is zo'n tapmethode, EFT. Dat werkt helemaal met tappen. Even op je kaken. En je zegt tegen jezelf, ik ben veilig bij mezelf. Ik laat het denken los. En nu ga je met je vingertoppen op je sleutelbeen. Een beetje tappen. Ik ben veilig bij mezelf. Ik ben een ziel in menselijke vorm en ik mag mijn hart vertrouwen. En nu met je rechterhand weer op je borstbeen. Streel jezelf van boven naar beneden. Ja, ik ben veilig bij mezelf. Er zit namelijk een aanwezigheid, een kracht in jou. Liefdevol, sterk, groot, inspirerend, passievol. En die ziel die wil zich verbinden met jou. Dus kom even met me mee, we gaan naar binnen. We gaan naar binnen. Leg je handen op je bovenbenen. En focus op je billen, focus op je onderbuik. Verbinding maken met je hart. Voor de momenten waar je het moeilijk hebt. Even de weg kwijt bent. Wrijf even over je bovenbenen. Dat je weet, oh ja, hier is mijn lichaam. Ik voel je billen, voel je buik, voel je bovenbenen. Maak even cirkels bij je knieën. Over die hele bovenbenen. Adem even diep in en uit. Breng dan je rechterhand op je onderbuik en je linkerhand op je hart. Sorry. En je zegt tegen jezelf, ik verbind me met de liefdeskracht binnen in mezelf. Ik erken dat er binnen in mij een liefdeskracht zit, zo groot. Die vind ik niet in een ander. Maar de ander spiegelt. Weerspiegelt deze liefdeskracht binnen in mij. Voel een hand op je buik, een hand op je hart. En visualiseer dat er allemaal mensen zijn die van jou houden. Misschien heb je ze wel in je leven, misschien heb je ze niet in je leven. Maar denk even aan die mensen. Misschien heb je er 1, misschien heb je er 10, misschien heb je er 100. Als je er geen 1 hebt, visualiseer dan lichtwezens. Lichtwezens met een hele grote glimlach. Ze staan voor je. En het is alsof je buik is je woonkamer. Er zit een hele fijne, lekkere bank. Fijne stoel. En je opent de deur en je laat al die liefdevolle mensen waar je van houdt en die van jou houden, die laat je binnen in je onderbuik. Al die mensen mogen binnenkomen. Je bent niet bang, het is niet te veel, je kan het heel goed aan. En je laat ze dichter en dichterbij komen. Alsof de kamer zich vult met warmte en liefde. Want het is alleen maar liefde wat binnenkomt. Het is de energie die binnenkomt. Die mensen komen niet letterlijk bij je binnen. Maar het is de energie die je toelaat. Ik sta de onvoorwaardelijke liefde toe. Van een ander naar mij en van mezelf naar een ander. Onvoorwaardelijke liefde. Niemand die me veroordeelt en ik veroordeel niemand. Je bent goed zoals je bent. Ik zie de waarde van de ander.
en de ander ziet de waarde van mij. Voelt alsof de zon gaat schijnen. Er komt een warmte op je af van buiten en er is een warmte binnenin jou. Sta toe de liefde in je buik. Het is alsof in je buik komt er een andere frequentie. De kleur goud vult je buik. En alsof er een hele stevige, sterke, gouden bal in je hele buik plaatsvindt. De goddelijke verbinding binnen in jezelf. Jouw ziel woont in jouw lichaam, in je buik, in je hele lijf. Zak dieper en dieper en dieper in je buik. Het is alsof de gouden bal naar je glimlacht en jou knuffelt. Je krijgt een warme knuffel, zo fijn. Niet benauwend, maar gewoon liefdevol en zacht. Dat je denkt, ja, welkom. Ik sta open voor die zachte, warme, onvoorwaardelijke liefde binnen mezelf. Ik ontvang deze liefde binnen in mij. Het is alsof er een soort trapje is naar je hart. En ook in je hart ontstaat er een mooie roze bal. En liefde is niet voor één persoon. Liefde is niet van één persoon. Maar jouw liefde is universeel, groots. Het is er één voor jezelf. En die liefde mag je delen met iedereen die jij wilt. Met iedereen die jij ontmoet. Liefde is een frequentie, liefde is een energie. Dus verhoog die frequentie binnen in jezelf, in je buik, een mooie gouden bal. Allemaal liefdevolle mensen waar je van houdt, die van jou houden, in je hart. Een mooie roze bal. Voel de steun, voel de liefde binnen in jezelf van jouw eigen hogere zelf, van jouw ziel. Voel die liefdeskracht binnen in jezelf. Visualiseer alsof daar een persoon voor je staat, zo liefdevol. Een liefde die je nog nooit gekend hebt, die je nog nooit gevoeld hebt. Maar je herkent het, je weet het, dat je denkt, oh ja, deze liefde. Daar verlang ik naar. Daar heb ik naar gezocht mijn hele leven. Ja, die ware liefde. Die ultieme liefde. Dat gevoel, ik ben veilig. Ik voel me geborgen. Ik kan helemaal mezelf zijn. Geen schaamte, geen schuld, geen angst, geen onzekerheid. Maar ik kan helemaal rusten in deze energie. Ik kan helemaal thuiskomen. Dat is de energie van je hogere zelf, van je ziel binnen in jou. Die liefde waar je naar verlangt zit binnen in jou en heeft er altijd gezeten. Durf je ermee te verbinden, open je, open de deur, open de poort naar je hogere zelf. Adem langzaam diep in en uit, visualiseer. Alsof je de liefde visualiseert in één persoon, een man of een vrouw. Onvoorwaardelijke liefde die je hebt voor je eigen kinderen. Misschien je vader, je moeder. Je beste vrienden. Misschien je gidsen, je begeleiders, wezens in een andere wereld. Die onvoorwaardelijke liefde zit binnen in jou. Voel de warmte, de aanwezigheid. Sterker en sterker worden, groter en groter. Alsof je zo'n lachende Boeddha binnen in je hebt. Die lacht. Hè? Je hebt me eindelijk gevonden. Ja, ik zit binnen in jou. Oh, geintje. Jij maar zoeken buiten je, maar ik zit binnen in jou. En laten we onze liefde delen. En je liefde deel je door binnen in jezelf te zijn. Binnen in jezelf te blijven. In die verbinding. Met je hart, met je buik. Met die warmte, die liefde, die aanwezigheid. Je voelt je billen, je voelt je benen.
voelt je handen, je voelt je armen, je voelt je rug, je voorkant van je lichaam, je nek, je hals, je hoofd. Er zit zo'n lachende Boeddha binnen in jou. Die zegt, ja, ik ben er altijd geweest. Ik ben je beste vriend, je beste vriendin. Voel mij. En je ziel is je levenslust, je levenskracht, je levenspassie. Al die fantastische goddelijke sensaties zitten binnen jou. Open je. Open je meer. Alsof je je seksualiteit voelt stromen. Een opwinding in je hele bekkenbodem. Alsof de water in je buik golft. Alsof je op het water zit. Je mag spelen. Plezier maken. In je buik zit er een power zo groot. Genieten. Leven. Openen. Avontuur. Risico's nemen. Jij. En je hart wil geven en ontvangen. Of zingeving hebben van belang zijn, belangrijk zijn. Je doet het toe, je bent van waarde. Je keel die graag wil vertellen in elke waarheid, de waarheid van je hart. En je hoofd die positieve, liefdevolle dingen wil delen, vriendelijk, zacht. Adem rustig in en uit en voel de energie onder je handen. Voel jezelf. En accepteer. Ga inzien. Wat een fantastisch wezen jij bent. Hoeveel liefde er in jou zit. En je hoeft jezelf niet meer te beschermen. Je mag je verbinden. De wijsheid binnenin jou. Adem in en uit en voel de aanwezigheid onder je handen, je buik, je hart. Denk aan de mensen van wie je houdt. Dus laat ze binnen in jezelf. Het gevoel, ik hou van jou. Ik ben zo blij dat jij er voor me bent. En als je het niet voelt, laat de angst los, de bescherming los. Je hoeft jezelf niet meer te beschermen. Liefde is gratis, liefde is er voor jou. Je hoeft er niet, geen moeite voor te doen, je hoeft je best niet te doen. Zak dieper en dieper en dieper, alsof je in een bron van gouden licht zakt. Je stapt in een bal van gouden licht uit deze realiteit. In een frequentie van energie. Gouden energie, goddelijke energie, divine love. Alsof je wordt gewiegd. Alsof je in de baarmoeder zit, alleen je zit in een energiebubbel. Energiebal. Het wiegje van links naar rechts. Je bent niet alleen. Ik ben al je hele leven bij je, zegt je ziel. Vertrouw mij. Geef mij ruimte. Sta mij toe binnen in jou, zegt je hogere zelf. Ga de diepste intieme relatie met mij aan. Praat met mij. Vertel me wat je dwars zit. Vertel me waar je over nadenkt. Je verlangens, je behoeftes. Waar je bang voor bent, waar je boos over bent. Waar je verdrietig over bent, waar je blij van wordt. Vertel me alles, zegt je hoger zelf. Ik wil alles van jou weten. En heb die relatie met jezelf. Volledig transparant. Vertel jezelf al je geheimen. Oh ja, hier ben ik bang voor, hier ben ik verdrietig van, hier word ik boos van. Dit irriteert me, dit frustreert me, hier word ik blij van. Hier geniet ik van. Dus
mijn behoefte, mijn passie, mijn verlangen. Oké, zegt je hogere zelf. Ben je er klaar voor om dat te ontvangen? Ben je klaar voor om die reis te maken? Als jij de ware liefde wil leren kennen, dan laat ik het je zo voelen dat je ook heel veel andere dingen gaat ervaren. Want alleen dan ga je de ware liefde weer herkennen en voelen. Zeg maar nee, ik wil niet door de pijn. Ik wil niet in de afwezigheid van liefde zijn. De afwijzing, de verlating, ik wil het niet. En als je dat niet voelt, dan weet je je weg niet te vinden naar mij, zegt je hoger zelf. Het is door de afwijzing, door de verlating, daaronder, daar ben ik. Ik ben in jou, ben ik altijd, elke dag, elk moment. Een kracht zo groot, een liefde zo fijn. Zo warm, zo steunend. Jij vergeet mij. Jij vergeet dat ik er ben. Je gaat nadenken, maar ik zit niet in je denken, ik zit in je lijf. Ik zit in je gevoel, ik ben jouw gevoel. Ik ben één met jou. Vertrouw mij. Stop met denken. Stop met het willen hebben van de controle. Stop met vluchten, met rennen, met bevriezen. Ga naar binnen, ga eronder zitten. Ga dieper en dieper. In je buik, in je hart. Zie mij. In alles waar je van geniet. In alles wat je vrolijk maakt. Ik geef het jou, deze ervaring van leven. Maar je bent niet alleen, we zijn met z'n tweeën. Jij en ik, zegt je hoger zelf. Wij zijn met z'n tweeën. Leer mij te kennen. Leer de manier hoe ik met je communiceer. Leer te zien wat ik je geef. En rust uit. Voel de warmte in je handen. Voel de warmte in je lichaam. Voel die aanwezigheid binnen in jezelf. Ontspan je kaak, ontspan je tong in je mond en onthoud. Het is een kunst om dienstbaar te zijn aan je ziel. Dat ben je aan het leren. Je bent aan het leren om het mens zijn meer los te laten. Geen controle te willen. Niet het drama de hele tijd in te schieten. Maar de lichtheid en de luchtigheid van het leven te zien. Vanuit een ander bewustzijn. Het leven is mooi. Onthoud, je bent samen op aarde. Jij als mens met je denken en het bewustzijn van je ziel. Ga samenwerken. Hoge zelf, wat wil je me laten zien? Ziel, wat is het pad? En het antwoord is, ga naar binnen. Ik laat het je voelen. Ja, maar het doet pijn. Ja. Maar onder de pijn, daar zit het licht, daar zit de liefde. Ben je bereid om dieper en dieper te gaan? Voorbij je comfortzone. Ben je bereid om nog dieper te gaan, door de weerstand heen? Ben je bereid om mij te ontmoeten? Volledig naakt, bloot. Kwetsbaar. Ga dieper en dieper, ga het aan. Wat is de weerstand? Wat is de weerstand? Wat wil je niet aangaan? Ik ben het allermooiste cadeau wat jij kan voelen. Liefde, vertrouwen, verbinding, kracht, doorzettingsvermogen, veerkracht, inspiratie, creativiteit, plezier, genot, kippenvel. Kriebels, verliefdheid, vlinders, opgewondenheid, droom, visualiseer, ga positief denken en hou van jezelf.
Laat elke gedachte liefdevol en positief zijn. Naar binnen. Naar jezelf. Wijs jezelf niet af. Stap in de liefde. Jij bent namelijk de liefde. Er is niets anders in jou dan liefde. En als iemand dat nog niet tegen jou heeft gezegd, vertel ik het vandaag. Je bent geweldig. Je bent echt geweldig. Je bent een mooi mens. Je werkt hard. Maar ga zien dat jij geweldig bent. Ga jezelf ervaren als geweldig. Hou op met die onzekerheid. Jezelf in een hokje te stoppen. Je bent een ziel in menselijke vorm. Op aarde met een goddelijk pad. En dat pad is zich jouw hele leven al aan het ontvouwen. Je beloopt al je goddelijk pad. Maar je kan je ermee bemoeien. Je kan tegenwerken of je kan meegaan met de stroom. Ga het zien, de signalen die er zijn. De signalen van liefde, lichtheid, blijheid. Volg de stroom van vreugde. Volg de weerstand. Door de weerstand heen gaan. Alleen of samen. En dan zal je uitkomen bij je grootste kracht. Adem rustig in en uit. En wrijf even met je rechterhand over je hart. Ik ben veilig bij mezelf. En veilig bij mezelf. En als je het moeilijk hebt, je gaat door een moeilijke periode, ga dan op een fijne plek zitten en sluit je ogen. Wrijf met je vingers over je hart en herhaal de woorden: ik ben veilig bij mezelf. Ik ben veilig bij mezelf. Je zenuwstelsel komt dan tot rust. Je gedachten komen tot rust. En nodig dan je hogere zelf uit in je hele lichaam. Hogere zelf, kom als een gouden bal in mijn buik. Als een roze bal in mijn hart. Laat me je aanwezigheid voelen binnen in mezelf. En ik sta open om jou te ontmoeten. Jouw kracht, jouw liefde, jouw humor, je vrolijkheid. Je bewustzijn, je intelligentie. Ik ben klaar om de ware liefde volledig te ontmoeten binnen in mezelf. En daar is ook mijn goddelijk pad. Ik volg het goddelijk pad. Ik val en ik sta weer op. Ik kom mezelf tegen. Elk onderdeel van mezelf kom ik tegen. Maar dat is het goddelijk pad. En ben jij bereid om het aan te gaan, aan te gaan, aan te gaan? En dat is het goddelijk pad. Ga het aan. Val en sta weer op. Val en sta weer op. Het goddelijk pad is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Nee, het zijn dorens door de pijn heen. Hoe ga jij weer om met deze tegenslag? Hoe ga jij om met deze weerstand? Val en sta weer op. Klim en ga weer naar beneden. Je goddelijk pad gaat over opstaan en vallen. Terugkomen, ontmoeten. Het gaat niet over alleen, het gaat ook over samen. Het gaat over verbinding. Het leven is een reis vol emoties, vol gevoel. Onthoud, dat is het goddelijk pad. Mens zijn. En ziel zijn. Dienstbaar zijn aan je ziel. Meesterschap is niet voor iedereen. Maar voor jou, als je bereid bent om het volledig aan te gaan. Dapper mens. Je bent sterk. Jij kan dit. Open je hart. Je bent veilig bij jezelf. Sta alle liefde toe. En weet, je bent hier om een reden. En je volgt een goddelijk pad. Alles klopt. De tijd waar je bent, met wie je bent.
Alles is je gegeven. Adem in. Adem uit. Geef jezelf een glimlach. En weet, we moeten er allemaal doorheen. Elk mens kent het. De weerstand, de ups en de downs. We moeten er met z'n allen doorheen. Dat is de weg. Er is maar één weg. Rechtdoor en het dwars doorheen. Hoog of laag, langzaam of snel. Er is maar één pad. Rechtdoor. Adem in en uit. Je bent een prachtige, krachtige ziel. Ga jou zijn. Ga jezelf ontdekken. Ga ontdekken wat het is om die ziel te zijn. Ga ontdekken hoe het is. Samen en alleen. Ontdek het. Je bent het waard. Dit was de podcast. Mijn naam is Manisha. Ik ben hier om je te begeleiden in de verbinding met je ziel, je hogere zelf, door je pijnstuk van het leven te gaan, om te helen en te transformeren, in verbinding met je ziel, met het hoge bewustzijn. Het maakt het pad makkelijker, zuiverder. En in die verbondenheid, daar is het gewoon leuker. Alsof je valt op een zacht kussen. Wie wil dat niet? Je valt en je staat weer op en je denkt, oh ja, ik ben niet alleen. You are never alone. Altijd verbonden. Dikke knuffel. Ik reis met je mee. Liefs, Manisha.